Donderdag 25 januari was de uitreiking van de vrijwilligersprijzen 2023. De raadzaal in het Huis van de Stad was omgetoverd tot theater. Wij volgden Ron den Dulk, genomineerd vrijwilliger bij de stichting Rijswijk Buitengewoon. Wat verwacht je van deze avond? Nou, in ieder geval een hele hoop andere vrijwilligers die heel actief binnen Rijswijk bezig zijn. We hopen dat de nominatie uiteindelijk wordt omgezet in een leuke overwinning. Waar we weer aandacht kunnen krijgen voor onze activiteiten die we doen in Rijswijk Buiten. De winnaar in de categorie bijzondere initiatieven is geworden Ron den Dulk. De drie jaar in de categorie. Behalve Ron den Dulk waren er nog drie winnaars in andere categorieën. Dit waren Niels van Mozel, Yvonne de Blij en de steungezinnen van Buurtgezinnen. Gewonnen! Wat is voor gevoel? Ja, een heel goed gevoel. Ik zou bijna zeggen een buitengewoon gevoel, maar dat probeer ik natuurlijk in elk onderdeel van onze communicatie wel te laten neerzetten. Het is ook een hele leuke waardering voor echt veel inspanning die we hebben gedaan. Wij staan aan het begin. Je hoort mensen zeggen ik heb 50 jaar vrijwilligerswerk gedaan. Oké, ik doe het ook wel wat jaar, maar 2 jaar in Rijswijk Buiten. En dan is het natuurlijk wel heel leuk dat het eigenlijk zo was, een soort eenmalig en buiten in een bijzondere setting wordt gewaardeerd. Dus dat doet echt goed, ja. Als jij nu zou kunnen bepalen wat er morgen zou moeten gebeuren in Rijswijk Buiten, met Rijswijk Buitengewoon, wat zou je als eerste willen doen? Nou, eigenlijk meer mensen waarvan we het signaal al krijgen dat ze zich eenzaam voelen. Dat we die over de drempel kunnen krijgen om bij ons in de buitenkamer te mogen ontvangen. Daar zijn we met een buurtverbinder mee bezig. Die hebben we vorig jaar al gehad om zaken op te zetten. En die gaan we nu inzetten om mensen over de streep te trekken. We hebben afgelopen maandag bij Blue Monday 100 kaarsjes uitgereikt aan mensen waar we dachten dat eenzaamheid zou spelen. En we hopen dat die er morgen zijn. Dat die morgen die kop koffie komen. Niet alle 100, dat is net te veel. Maar wel de eerste daarvan in ieder geval. Ja. Succes daarmee. Dankjewel.